Assemblée voorzitter Marinus B. is van mening dat het nu echt tijd is geworden dat het parlement haar oorspronkelijke vergaderplek terugkrijgt. Vandaag is het startsein gegeven voor de bouw van het vergadercomplex van het nieuwe parlementsgebouw. De volksvertegenwoordiger zei dat middels het startsein van het project invulling wordt gegeven aan een historische gebeurtenis. We hebben de administratieve zaken voorbereid en aan het ministerie van Openbare Werken gevraagd om de uitvoering voor ons te doen vanwege het feit dat zij die deskundigheid in huis hebben. Dus een heel historisch moment voor ons. Wij hebben rekening gehouden met alle faciliteiten die er moeten komen. Daar was niet het geval omdat het een soort van een tijdelijke onderkomen was. Ja? Maar nu met onze eigen inzichten, een stukje modernisatie, COVID heeft ons een aantal dingen geleerd. Er is ook daarmee rekening gehouden. Dus een modern, goed bij de tijd gebouw zal het zijn. B. zei verder dat er ook gewerkt moet worden aan de kwaliteit van de institutionalisering van het parlement. Mahinder Jogi, voorzitter commissie Nieuwbouw DNA, merkt op dat parlement niet moet nalaten om te doen waar de komende generaties van moeten profiteren. En wij zijn ons doordrongen dat de regering, maar laat me ook zeggen dat deze coalitie hard aan de weg timmert. En dat valt niet in goede aarde bij een ieder. En ik hoorde u nog zeggen, president, in uw jaarrede, de negativiteit die er heerst in die samenleving. En we gaan tegen u wansani. Dresifu jarusu no meki. Dresifu jarusu no meki. En laten wij ons opstellen als Surinamers. Laten wij hard werken en niet nalaten te doen wat de komende generatie, waarvoor de komende generatie ons dankbaar zal zijn. Laten wij niet nalaten om te doen dat van ons wordt verwacht vandaag om te doen in het belang van het land, in het belang van die samenleving, in het belang van die democratie. Het parlement, een parlement, is een belangrijke hoeksteen in die democratie zoals wij dat zien, hebben en wensen te beleven. Het vergadercomplex zal 3 verdiepingen hebben. De bouw zal 12 maanden duren en wordt uitgevoerd door de aannemer Bouwvast Yankee NV.